vanavond is er in de leeszaal een internationaal levensliederenfestival. Dus er komen 11 zangers, zangeressen die in hun moedertaal een levenslied zingen. Nou, een levenslied is een lied dat gaat over verlangen, verlies, verloren, verlaten. We hebben gewoon aan de vrijwilligers gevraagd, is er een lied in je land waar iedereen de tranen van in de ogen krijgt? En vervolgens zijn we gaan zoeken naar mensen die dat goed kunnen vertolken. Ik ben Marcel Kuipers. Ik ben de arrangeur van de muziek, de muziekkapelmeester, orkestleider voor vandaag van onze band, de Doopgezinde Gemeente. En wij gaan de hele wereld begeleiden vandaag. Zo gek hebben we het zelf nog niet gehad. Dit gaat over alle continenten. Niks Eurovisie, wereldvisie. Ik ga zingen Ketelbinkie. Ja. Omdat het gevraagd het levenslied van Rotterdam. Nou, en dat is het, bijna het volkslied van Rotterdam. Ik ben in Colombia geboren, op Aruba opgegroeid en ik woon nu in Nederland. En jou? Ik ben in Duitsland geboren, ik heb een tijdje in Zuid-Amerika geleefd en ben nu ook in Nederland. Nou, we gaan dus 2 liedjes performen. De eerste is Soledad y el Mar en ook Piel Canela. En dat is echt heel erg, je kan zeggen, een van de topliederen in het Caribisch gebied en ook in Latijns-Amerika. En maakt de Latijns-Amerikaanse ritmes ook rijk in de Eurovision of in de hele gebeuren die we nu hebben. Ja. Wel behoorlijk onorthodox, zou ik maar zeggen, wat we nu aan het doen zijn. Dus het is echt, het wordt echt een mengelmoes van stijlen van over de hele wereld. Geweldig. Dit is gewoon de 27e productie van de werkgroep Puntkomma Muziek van de Leeszaal. Die altijd iets doen met tekst en muziek. Maar toen bedachten we, een songfestival, dat gaat eigenlijk ook over liedjes uit verschillende landen. Het leuke van dit songfestival is, hoeven de mensen niet uit al die landen te halen, want ze wonen hier al.